bij de talentenjacht van Hits for Kids een aantal weken geleden konden alle kinderen zich opgeven en een aantal, lang niet allemaal, hebben we net van de jury gehoord, die staan nu hier vandaag bij ons op het podium. En daar gaan we van genieten. We gaan zo... Ja, moeten we nog in? Nou, misschien is het leuk om de jury voor te stellen. Zijn we gaan praten? Ja. Hi! we hebben dus Kenneth en Rick. Maar waar gaan jullie op letten, Santin? Ja, dat ga ik vertellen. Op de zang, ja, echt waar, dat is 1. 2, op uitstraling, op je kleding, op je alles eigenlijk. Hier hoe je erbij staat, begrijp waar de tekst over gaat. Onder andere, zo zijn er wel een hoop andere dingen nog. Ja, maar ze hebben net allemaal coaching gehad, zangcoaching van Lenny. Dus dat weten ze nu. Dus ze staan volgens mij gewoon helemaal voorbereid achter. Ik vind het echt een applaus waard, normaal. Ja, Niels, je vertelde ons ook dat je met andere kandidaten hebt geoefend, hè? Of jullie je eigen oefengroepje of dezelfde zangleraar hebben? Ja, we hebben dezelfde zanglerares, maar we zitten niet in dezelfde groep. We hebben wel groepen bij zangles, maar niet ik zit niet bij hun in die groep, want dat is op licht. Je ziet ze wel altijd. Ja, maar dat zijn meisjes, toch? Ik begrijp het. Nou Niels, dankjewel. Je mag daar het podium verlaten. Ja. Niels! Niels. Top. Dat is wat jij doet, is een hele andere discipline dan wat de rest doet. Weet je wat dat betekent? Dat jij iets anders doet dan de rest. Het lijkt erop. Alsof het hetzelfde is, maar gitaar spelen en zingen, ik ga het nogmaals benoemen, is heel erg moeilijk. En dat heb je heel goed gedaan. Knap. Jada. En... Bijna. Bijna strak.
Ik heb niet goed aangegeven. De man met twee disciplines gaat straks in de finale staan. Niels! Wil jij de laatste?